Een aparte gewaarwording deze zaterdag voor de voetbalclubs in Flevoland. Waar anders volop gevoetbal wordt en het een drukte van je welste is, is het nu stil. Zo ook bij SV Urk. Ja, wij zijn de enigen die hier staan op dit moment. En inderdaad, dat is een hele aparte gewaarwording. Dat zijn wij niet gewend. En meestal bruist het hier van leven, van jong tot oud. En ja, dat is nu erg stil. Ja, het enige wat je hoort, dat zijn de vogeltjes in de bomen. Ook bij VV Tollebeek, Flevo Boys en SCM Alloord bleven de kantine en de sportvelden leeg. De meeste Flevolandse clubs houden zich aan de voorschriften van de KNVB. Dat betekent geen wedstrijden en ook geen trainingen. Wij uh, houden ons aan uh, de afspraken die gemaakt zijn via de KNVB. En dat betekent concreet dat in ieder geval tot 1 april er uh, geen activiteiten zullen plaatsvinden... Uh, tenzij de situatie gaat wijzigen, maar ik, ik spreek dus nu op dit moment. En dus moet de Flevolandse voetballiefhebber zich vermaken zonder zijn geliefde spelletje. Ik denk dat dat uh, voor iedereen een, echt een probleem is. In ieder geval voor de echte supporter. He, want uh, ja, die zegt van, ja wat moet ik nou? Uh, de ene uh, die gaat misschien uh, uh, poeren, vissen of zo. Of een ander, nou, dat zie ik niet direct dat hij met zijn vrouw uh, gaat winkelen of zo wat meer. Want dat is uh, voor de meeste urkers die hier op het sportpark zitten, is dat nou dun. Uh, maar ja, een urker is wel creatief wat dat betreft. Dus ze zullen wel wat bedenken, denk ik aan. Dus ze komen heus niet uh, om in verveling.